prins Marcel de Eerste. Heerser van het Waldkrekelsrijk sinds begin februari. Hoe bevalt het zo een week of drie prins te zijn? Ja, dat is fantastisch. Ik loop nu al een paar jaar mee met de kanosvereniging. Maar ik denk dat ik alles al gezien heb. Maar dit is wel heel bijzonder. Een keer voorop te mogen gaan bij de Waldkrekels. Wat is de meest bijzondere ervaring voor je? Dat is moeilijk. Het is allemaal van één hoogtepunt naar het ander. Het uitkomen was geweldig. Een mooie volle zaal. Hartstikke gezellig. Het open huis was fantastisch. De receptie was helemaal overdonderend. En de kanovondernocht is ook helemaal perfect. Gisteravond zijn we nog Kessel geweest. Ook een hele leuke avond gehad, samen met onze Kesselse vrienden. En het gaat allemaal geweldig. En vandaag de optocht. Jullie doen mee in Gennep. Weer een heel bond gezelschap bij elkaar. Ja, dat doen we nu al een jaar of acht of zo. Drie verenigingen samen. De kanovereniging, de jeugdraad en de Joekskapel. Dan maken we één grote wagen. En dan trekken we een man of 60 naar Gennep toe. Daarbij nodigen we alle carnavalsverenigingen uit het dorp uit om hier samen te komen. En dan gaan we in één stoet naar Gennep toe. En dan komen we straks met z'n allen hier samen. En morgen Rozen en Moondag, wordt dat ook hier gevierd? Ja, morgenavond hebben we een groot verkleedbal. Morgenavond, dat is ons grote bal, verkleedbal wat er nog over. Skikleding aan vandaag? Nou, het valt wel mee, denk ik. Het wordt geloof ik wel een beetje regenachtig, maar komt wel goed. Jullie weten het wel warm te houden, anders op de wagen. Jawel, we hebben goede spullen bij, dus dat komt wel goed. Yeah.
Don't.